natuurlijk veel mensen uit de regionale jetset. Maar de polosport was vandaag ook toegankelijk voor de minder elite Brabander. Maar het is een lastige, je moet even goed opletten hoe de spelregels zijn. 5-3, dus ja, geen idee voor wie. Maar, maar het is prachtig, fascinerend gewoon, fascinerend. Het gaat heel snel en de ambiance is ook leuk hierbij. Dat is ook heel... En door het exclusieve en chique sfeertje zouden we het bijna vergeten. Maar er werden natuurlijk ook nog wedstrijden gespeeld. Zeg, kun jij mij eens uitleggen hoe die polosport nou werkt? Ik heb geen idee. Sorry. Ook al niet? Nee. Ik weet wel dat ze wisselen als, er een, als ze een punt gemaakt hebben dat ze dan inderdaad... Ja, want daar moest ik even achterkomen, hè? Want dan denk ik van hé, ze gaan naar die kant en naar die kant. Nu is er een wedstrijd gaande, volgens mij 5-5. Wat betekent dat? Ja, dat weet ik dus niet. Ik hoop dat dat nog een revanche betekent voor deze of gene. En we gaan het zien. Het zal spannend worden, denk ik. Nou, we zijn er al uit wie de scheidsrechter is. Dat is heel wat. We zijn die man met die streepjes.